Dennenboom, oh Dennenboom, wat zijn je takken wonderschoon. Dat hangen toch? Oh, de takken. Oh, sorry. Hé, hey, Kok. Wat heb ik gehoord? Heb je gom van Strien? Ik ben hem tegengekomen. Die man was toch een beetje in de mineur, dat hij geen verkenner is. Dat is nou drie weken. Ja, dat is al, ja, ik weet het, maar ik kwam hem in Arsen tegen. Ja. Ik zeg, hé, hey, meneer van Strien, hé, hey, Kok, zei hij toen. Ja, kent hij ook, ja. Dus je had een kans gemaakt om minister van Gezondheid te worden. Ik zeg, nee. En nou is... Zo moet je dat doen, hè. Oeh, meneer Plasterk. Is nou een... Nou ja, ik weet niet hoe die het eraf gaat brengen, maar goed, het is inmiddels al een tijdje terug. Ja. Voor hetzelfde geld is hij klaar. Maar goed, ik heb het niet meer zo gevolgd, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee? Want in die politiek, daar word je helemaal dol van. Ja, daar heb je gelijk in. Dat jongens, ze nemen je allemaal toch in de maling. Ik heb op VVD gestemd. Ja. Op advies van mijn schoonzoon en mijn zoon. Nou, ja, want die gaan samen met de, met de PVV. Nou, nul. Met wat je de vorige week zei, Sef. Ja, het is zo. Dus, ik weet niet waar het met het land naartoe moet. En er gaan er heel veel emigreren trouwens, Dick. Veel naar Spanje. En niet alleen Spanje, weet je waar die ook heen gaan horen? Naar Thailand. Echt hoor, ja. Ja, een kennis van mij die gaat daar resorts bouwen. Speciaal met de Europese wensen en eisen voor de ouderen. Want dat schijnt de levenskostenstandaard. Ja, dat is laag. Heel laag. Heel laag, ja. Ja. Alleen als je daar in de kroeg wat tegenkomt en je denkt dat je meisje voor je hebt staan, heb je soms pech. Dan heb je soms pech. En als je veel van dat spul eet, daar, dan ben je constant aan de scheiterij. Dat is ook nog een beetje een dingetje wel. Maar goed, ja, kniezoor die daarop let. Hè? Ja. Voor de rest nog wat meegemaakt? Ja, gisteren opening van het Missiemuseum. Ach, wat leuk. Ja. Was leuk, was leuk. Ja, was echt veel prominent, hè. Oké. Ja, was gezellig. En dus mensen allemaal naar de Vrije Vogels en het Missiemuseum. Ja, stijl is het gewoon een leuk hoor. Ja, ja, dat kan ik bevestigen. Er woont nog een goede vriend van mij, de heer Harry. Goochelaar. Nee, de goochelaar. Oh ja, die zie ik wel eens voorbij komen. Ik heb hem helaas nog niet meer gezien. Ja. Ja, Dick. Nou ga ik ook. Ik deed altijd eitjes bakken, hè, in Kloosterhof. Ja. En nou ga ik ook eitjes bakken in de boomgaard, in het veld. Daar hebben we ook zo'n verzorgingstehuis geopend. Dus ja. Ik ga een keer mee, heb ik gezegd. Dat is echt leuk hoor. Ja, je moet aangeven wanneer. Dat doe ik bijvoorbeeld de gekookte eieren. Ja. Nee, dat snap ik. Zo goed als jij eieren kan bakken, kan ik niet zeggen. Nee, dat is zeker waar. Maar goed, ja. Dus het is allemaal weer voor het goede doel, hè? Ja. En dan hebben we zo tegen kerst dan toch goede gedachten, dat we toch iets gedaan hebben voor de mensen. Ja. Hè? Ja. Ja. En wat heb je volgende week voor chocolade gekregen? Nou, altijd een chocoladeletter. Ja, en een stropdas. En een persokken en hoe heet het, een zakdoek. Oh. Nee, het was een vreugdevolle dag hoor. Er werd uitgepakt. Nee, het was weer een gezellig. Nee, als je maar met de, ja, je hebt al geen kleinkinderen natuurlijk. Maar, jawel. Jawel, heb je wel kleinkinderen? Ja, maar die zijn geen opa. Nee, maar goed. En dat, kijk, als ik naar Ruud kijk met zijn gezin met twee kinderen, dat is gewoon gezellig. Ja. Wij hebben tweede kerstdag uitgenodigd. Nee, ja. Dat is toch beter een engel dichtje, maar dat gaat ze snel uit. Ja. Je hebt tweede kerstdag. Tweede kerstdag, de familie uit de ooms en tantes van Peter uitgenodigd bij ons komen. Leuk. Nou, dat is toch ook weer. En, ik vind dat een gezelligheid. Dat doen we samen. Wij doen heel veel samen. Ja, want je was vanmorgen ook een kwartier te laat. Ja, maar je wil niet weten wat we dan samen allemaal samen. Ja, over samen. En de kijker wil dat ook niet weten, volgens mij. Maar. Er mogen geen diesels meer op het plein hier van de markt. Nee, de gemeente heeft weer dat van heb ik gehoord, ding. Ja. En ja, dat is... Ik voel het trouwens vanmorgen. Ja, het is natuurlijk, als ik is het redelijk goed weer. Ja. Veel Duitsers stonden echt files, hoor. Ja? Ja, serieus. Oké, maar ik moet wel zeggen... Oh, ik was deze week in Zanten, voor de Kruisweg, op de kerstmarkt. Okay. Kok,
Je gaat niet wat ik gezien heb. Ze hadden een kraam met rijbekoeken. En dan betaalde je 3 euro pfand voor een echt bord met echt bestek. Okay. Ik denk, dat is nu eens wat anders. Okay. En die heb je ook op je bord mee naar huis gehad? Nee, ik heb hem even op het gras gezien. Nou, hey, leuk. We moeten afronden. Jij moet een mooie gedicht. Ja, ja, nou. Mensen, het was weer gezellig samen. Ja, er komt geen gedicht, want ik had echt geen tijd. Excuus hiervoor. Maar ja, de volgende keer beter. Ja. Ik heb er even niet aan gedacht. En, ja. Ja. Jongen, kom maar wieder. Tot ziens. Tot ziens. Dag.